Aan de telefoon Tamara Valkenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. We kennen jou natuurlijk als initiator van de Heuse Kinderboerderij in de gemeente Pijnakker-Noodorp. En dan om specifiek te zijn in Pijnakker. Nou, het is alweer een tijdje stil geweest. Kun je eens vertellen wat de status is op dit moment? Vorige week zijn we naar de aannemer geweest. Daar hebben we het een en ander besproken. Dus we zijn niet heel veel verder nog. Ja, het is alles wat je moet bespreken. Je zit aan heel veel regels verbonden en er komt echt gewoon heel veel bij kijken. En veel mensen vragen ook wel iedere keer van, hoe staat het er nou mee? Komt die nou al? En ja, het duurt zo lang. Met heel veel dingen werkt de gemeente ook gewoon niet mee. Als je wat vraagt, duurt het best lang. Dus dat houdt allemaal een beetje op. En is de beoogde locatie nog steeds Keizershof, Pijnakker-Zuid? Ja, het is nog steeds de locatie waar we het over hebben inderdaad. Ja. Maar toch, jij geeft de moed niet op. Je bent zelfs een crowdfundingactie gestart, want er zijn centjes nodig. Waarvoor heb jij geld nodig op dit moment? We hebben geld nodig voor de gebouwen sowieso. Want ja, het is allemaal niet heel goedkoop. Dus je moet je allemaal echt wel voor gaan sparen, zeg maar. Mm-hmm. En we willen ook graag dat we toch ook wel op braderieën of iets kunnen gaan staan. Dat we kunnen laten zien van, wij zijn van de kinderboerderij. Dus we willen ook voor spulletjes. Dus dat je een t-shirt alvast kan laten maken en allemaal dat soort dingetjes. Ja, dus als ik het goed begrijp wil je nu eigenlijk geld gaan inzamelen om de stal, de voorzieningen te kunnen bouwen. Alleen is het een lapje grond. Dat is op dit moment gewoon nog steeds heel lastig. Loopt dat dan bij de gemeente, begrijp ik? Nou, het grond, dat is nog niet echt het probleem. Het is meer van, moeten we gaan betalen voor het grond? Of gaan we het, krijgen we het via een via zeg maar dat je symbolisch bedrag, dat je het kan huren, bewijzen van. Ja. Nou, die hebben we eigenlijk al anderhalf jaar geleden voor het eerst gevraagd. En ze zijn nog steeds aan het onderzoeken van, wat willen we er eigenlijk mee? Ja, nou, voordat we natuurlijk gaan vertellen hoe mensen dan geld kunnen doneren voor de kinderboerderij in Pijnakker, wil ik natuurlijk eerst wel even weten, kun je eens vertellen wat mensen dan uiteindelijk kunnen verwachten? Hoe gaat die kinderboerderij er in jouw ogen uitzien uiteindelijk? Er komt een cafetaria, dus dat mensen gewoon lekker kunnen lunchen, kopje koffie, kopje thee, gebakje erbij. Dan is het de bedoeling dat er een kleine stal voor de knuffelbeestjes komt, dus de kleinere diertjes. En een grote stal voor de wat grotere dieren. Dus zoals een pony, schaapjes, geitjes. En dan de kleine stal, dat is konijntjes, caviaatjes. Allemaal dat soort dingetjes. En als het even kan natuurlijk eigenlijk een leuke speeltuin erbij. En als het even kan natuurlijk eigenlijk gewoon gratis toegankelijk. Hè? Dan moet het zichzelf natuurlijk terugverdienen middels het café bijvoorbeeld daarbij. Klopt, ja. We willen het inderdaad gratis toegankelijk houden. Zodat mensen met een laag inkomen ook gewoon eventjes kunnen onthaasten en lekker even weg kunnen. Ja. Hoe kunnen mensen jouw actie, de kinderboerderij in Pijnakker, financieel ondersteunen? We hebben nu een actie op onze eigen Facebookpagina gezet over herfstpompoentjes. En die pompoentjes die maak ik zelf. En dat is gewoon een soort bloemstuk is dat. En dan kunnen ze een klein pompoentje voor €7,50 kopen en een iets groter pompoentje voor €10. Helder. En kunnen mensen ook direct geld storten? Is er bijvoorbeeld een Facebookpagina waar je dat communiceert? Dat is misschien het handigste. Ja, alles eigenlijk wat over de kinderboerderij gaat en dergelijke, dat hebben we echt op onze eigen Facebookpagina. We hebben ook een Facebookpagina Kinderboerderij Pijnakker. Dus die kunnen ze mensen gewoon volgen en dan kunnen ze eigenlijk alle up-to-dates kunnen ze in de gaten houden. Nu weet ik dat de gemeenteraadsleden, de gemeenteraad, natuurlijk het hoogste orgaan van de gemeente Pijnakker-Noodorp, natuurlijk ook meeluisteren naar dit fragment. Wat zou je ze nog willen meegeven, omdat het toch allemaal een beetje stroperig verloopt? Wat zou je ze willen zeggen? Dat is wel een goeie. Nou, het is gewoon, je doet zo je best en je bent er zoveel tijd aan kwijt. Dus het zou ook wel fijn zijn als het allemaal wat soepeler en wat makkelijker gaat. Dat het gewoon iets sneller doorloopt en niet dat je gewoon 3-4 weken iedere keer op een vraagje wacht. Helder. Want dat houdt er echt heel erg op. Waarvan akte. Tamara, ontzettend bedankt. We hopen dat er wat centjes binnen gaan komen. Ja, ik hoop het ook. Dankjewel.